Goedenavond. Vanavond alweer het vierde coronajournaal. En wij merken aan de reacties, hoewel de aanleiding niemand vrolijk stemt, dat u als kijker dit programma op prijs stelt. En het ziet er naar uit dat we er nog even mee door moeten gaan. Dit geeft gemengde gevoelens, overigens. Ondanks oproepen om ook op Koninginnedag, op Koningsdag zoveel mogelijk thuis te blijven, werd het bij recreatieplas het Hulsbeek in Oldenzaal zo druk dat de politie moest ingrijpen. Bij het Rutbeek in Enschede en het Lageveld in Wierde spande het erom. Wat mij als lid van een risicogroep betreft is deze vorm van gedrag onacceptabel en daar moet hard tegen worden opgetreden. Alleen samen kunnen we dit virus verslaan, maar samen houdt voor mij in dat we dit dan ook allemaal moeten doen. Dit wilde ik aan het begin van dit programma toch even kwijt namens mijn medeleden van de risicogroep. Bij mij aan tafel zitten op respectabele afspraak, afstand van elkaar en van mij, de kersverse ridder André Spit. En daarnaast Rick Papen. Jij hebt nog geen lintje, hè, Rick? Ben ik nog lang niet aan het doen. Nee, dat heeft ook met leeftijd te maken. Dat vind ik wel. Ja. Dankjewel. Heren, welkom. En fijn dat jullie zo spontaan gehoor hebben gegeven aan mijn uitnodiging. Het moet bijna voor iedereen in Twenterand en misschien ook wel daarbuiten duidelijk zijn wat de reden is van jullie komst naar de studio. Ook dat zijn geen vrolijke berichten. Want jullie zijn als organisatoren beide betrokken bij een aantal heel grote evenementen. En dat is de afgelopen jaren niet ongemerkt voorbij gegaan. André, als introductie een korte impressie van de vierde tot de nek in de drek van vorig jaar. Oh, nu, het is weer zoiets. De vuurbereiding wordt elk jaar langer en wie wordt steeds meer eerder begin. Maar vandaag is er eindelijk weer zoiets. De vierde editie gaat tot de nek in de drek, giet van start. We waren dit jaar binnen 14 uur uitverkocht. Geen kaart meer te krijgen. Nog nooit zoveel deelnemers hebben we gehad. Die anderen wel 7000 van die malonen die hebben de modder wil gaan te drenten. Elk jaar weer meer obstakels. Er is nog bijna geen plekken meer over met 110 hindernissen. Wie weet straks nog geen meer waar hij moet. De modderbakken zaten dit jaar nog voller. Het was nog smeriger en er stond nog voller meer. Het is niet te begrijpen. Het is bijna zonde om dit allemaal nog één dag af te brengen. Het ligt inmiddels wel een groot festival. Een run op het platteland tussen de eerappel en de koeienvlaai. Ja, dat kan allemaal alleen maar in Vienne. Nou nu, dat was het dan weer voor dit jaar. Maar volgend jaar bestaat weer 5 jaar. Een jubileum wat een viertgiepen. En dan giet het nog van een gekker. Zorg dat je erbij bent. Of ben je nog steeds te bangen? Mooie beelden, André. Ja, fantastisch. En helaas geen lustrum dit jaar. En daar gaan we het zo over hebben.
Hoe kijk jij nu naar deze beelden? Ja, het is heel dubbel eigenlijk. Hè? Ja, je kijkt er met weemoed naar. En juist om het feit dat je weet dat het dit jaar niet kan en niet mag. Dus dan, dan komt wel even aan. Ja, dat dacht ik wel. Normaal zeg je van het is prachtig. Maar nu komt er toch wel even iets anders bij kijken. Ja, beelden spreken soms wat meer dan woorden. Het is duidelijk. Ja. Ik had ook eerst een voorstellingsrondje voor ogen. Maar toen ik deze videobeelden zag, ik denk, dat zegt eigenlijk veel meer. Ja, dat spreekt. En dat spreekt. Ja. Rick, om het geheugen ook voor jouw evenementen waar jij bij betrokken bent, voor de kijkers nog een beetje op te frissen, ook een korte video-impressie van in dit geval Randrock. Leuk. Ja, Rick, ook dit zijn prachtige beelden. En ja, eigenlijk dezelfde vraag richting jou. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik krijg alweer zin in een feestje. Ja, dat begrijp ik dat je er zin in hebt. Maar de realiteit is helaas anders. Jullie zijn beide betrokken bij de organisatie van deze evenementen die we net voorbij hebben zien komen. En Rick, voor jou is dat meer beroepsmatig dan voor André. Rick, jij organiseert vaak voor eigen rekening en risico-evenementen, waarvan je op voorhand dus niet weet wat uiteindelijk de financiële resultaten zullen zijn. En hierbij spelen ook zaken een rol waar je totaal geen invloed op hebt. Er worden kennelijk in dat soort organisaties dan gecalculeerde risico's genomen. Ja. Klopt deze aanname een beetje, Rick? En vertel ons hier eens wat meer over. Ja, dat klopt zeker. Alleen Randrock ben ik niet van afhankelijk. Dat doe ik vrijwillig. Maar er zijn heel veel mensen wel van afhankelijk. En dat is kijk, ten eerste, je leeft naar een evenement toe. Je bent daar een heel jaar mee bezig. Je bent met een hele ploeg vrijwilligers. We zitten er met een bestuur op. Die is daar elke week mee bezig. Dan hoe dichter je bij het festival komt, hoe meer mensen er mee bezig zijn. Ja, en dan wordt het in één keer afgeblazen. En dan ligt het stil en is het over en uit. En heel veel mensen, heel veel bands zijn gecontracteerd. Dus we hebben geloof ik 18 bands hebben vastliggen. En daar hangt een contractje aan vast. En normaal gesproken, als je van een band contract af wilt, dan moet je, dan moet je die gewoon betalen. Ja. En dus wij waren toen de pers, na de persconferentie van Rutte, waren wij best wel in zak en as. Van hoe gaan we dit in vredesnaam oplossen? Kan de Randrock nog blijven bestaan überhaupt? Ja, ja. Het lijkt erop dat het redelijk goed gaat komen. Maar we moeten wel in de buidel tasten. Ja, ja. Nou, we gaan er straks nog even wat dieper op in. André, toen jullie met het evenement tot de nek in de drek begonnen, wist je ook niet wat het zou gaan worden. Zijn er in die eerste fase ook financiële risico's genomen? En waren deze als de nood aan de man kwam toen afgedekt? Nou, dat is een goede vraag die je stelt, Chris.
Dat realiseren we ons eigenlijk pas na 3 jaar. We hebben er nu 4 jaar op zitten. Van welk een groot risico wij gezamenlijk genomen hadden als bestuur, zeg maar. Kijk, we zijn gestart vanuit de organisatie van de Twente Rand Run. Nou, dat is ja, een mooi evenement, 1600 lopers. Maar financieel ja, is dat altijd een beetje een evenement wat break-even draait. Nou, uiteindelijk hadden we 6.000, 7.000 euro in kas. En van daaruit zijn we gestart met de tot de nek in de drek. Nou, al die obstakelruns die kiezen er bijna allemaal voor om die obstakels allemaal te huren via allerlei organisaties. Wij hebben het geluk gehad dat we ja, heel veel goede mensen om ons heen hadden. En die hebben dus zeg maar, alle aannemers hier uit de regio, met name uit Friesenveen, gemobiliseerd. En gevraagd van, willen jullie ons helpen bouwen? Nou, en ja, eigenlijk durfde niemand nee te zeggen. Van, we hebben best wel een enthousiast plan neergelegd. Maar we zijn vervolgens alle materialen zelf gaan kopen. En we hebben ons door middel van allerlei inschrijfgelden van de deelnemers eigenlijk op dat moment heel diep in de schulden gestoken. De eerste 2 jaar lang. En dat we wel break-even uitkwamen. Maar we hadden totaal geen buffer. Dus daar hoefde, had maar dit hoeven te gebeuren of het was mis. Ja, ja, ja. We zijn nu inmiddels, we hebben 4 edities op zitten. En we hebben, om het zo maar te zeggen, wat spek op de bord. Oké. Ja. Maar we hebben wel een heel groot risico gelopen. Ja, 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 ja. Alleen dat besef je later pas. Ja. Je enthousiasme, ja, dat vierde nou, ja, boven. Ja. Ondernemen is vaak ook... Ja. Zeker. Een stukje risico nemen, dus dat verbaast me niet helemaal van jou. Nee. En ook nee, niet van, van Rick. Jullie zijn niet voor één gat te vangen. En een beetje risico ja, moet je nemen als ondernemer. Ja. Alleen maar op zeker spelen, dan win je niet de hoofdprijs. Dat nee, weten we allemaal. Jullie... Nee, anders hoef je dit niet te doen. Nee. Nee. Jullie Mudrun heeft geschiedenis geschreven. Daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Volgens mij hebben jullie elke prijs die er maar te verkrijgen was op dit gebied, hebben jullie binnengehaald. Hoe kijk je daar dan op terug? Als jonge organisatie, nieuw, er waren al bestaande Mudruns en daar komen een stelletje gekken. Ja, zo noem ik het dan maar nee, even, ja, maar wel met veel respect, ja, uit Friesenveen. En die willen ook zo nodig mee gaan doen. En die kapen werkelijk alle prijzen weg die er maar te vinden zijn. Ja, dat klopt. Dat, nou ja, dat is de grootste beloning die je kan krijgen. En nou ja, we hebben altijd wel een bepaald motto. Van, ja, dat is ons DNA, het Twents DNA. Een beetje gekkigheid, normaal doen en... het anders doen dan een ander. En dat is een dingetje wat ons eigenlijk best wel succes heeft gebracht. Ja, ja, en dan hebben we het geluk dat we nou ja, het eerste jaar ja, toch wel heel veel lawaai hebben gemaakt met elkaar. Eigenlijk in het begin alleen maar lucht verkocht. Alleen we hebben dus blijkbaar wel waargemaakt met elkaar. En ja, toen werden we verkozen tot beste nieuwkomer in Obstakelland. Ja. En ja, het jaar erop waren die verkiezingen niet eens. En, nou ja, en het derde jaar zeggen, werden we de beste obstakelrun van Nederland. Gingen jullie met 5 of 6 bekers naar huis? Toen kregen we inderdaad 6 prijzen. Ja, ja, dat was een beetje asociaal toch? Ja, dat was heel absurd. En nou ja, dat was ook bij die obstakelbond, dat was in Zaltbommel. En die zeggen ja... net als vroeger, zoals ze in de Bijbel al zeiden, van het volk kiest. Ja, ja. En zo is het, ja, zo is het ook gegaan. Ja. En er zit wel een onafhankelijke jury nog weer achter. Alleen ja, die mensen die doen mee en die kijken en die, ja, die hebben zich echt de ogen uitgekeken hoe wij het hier in ja, het mooie Twentse landschap door een stuk saamhorigheid op de kaart zetten. Ja, 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 dus ja, één successtory dus. En die successtory was nog niet afgelopen, want in het introductiefilmpje werd verteld binnen 14 uur 7000 kaartjes uitverkocht. Maar dat hebben jullie nu gedaan in 7 uur, geloof ik? Nee, binnen een uur. Binnen een uur? Ja, ja. Ja, binnen een uur was weg. Ja, ja. Het lijkt een beetje op de Zwarte Cross. Ja, ja, ja. Ja, ja, alles explodeert. Maar dat betekent dat jij, en over financiële risico's gesproken, dat jullie als organisatie wel op voorhand al geld binnen hebben. Want het ja, inschrijven kost, moeten de mensen voor betalen. Dat is ook duidelijk. Klopt. En dat hebben jullie alvast binnen. Ja. Rick werkt daar anders mee. Die moet maar afwachten of er überhaupt, bijvoorbeeld bij Frans Bauer, ook maar een mens wil komen kijken.
Ja. Die risico's zijn dus, liggen toch heel verschillend, hè, Rick? Ja, wij verdienen vooraf natuurlijk geen geld. Nee. We weten wel vanuit de historie wat zo'n festival ongeveer opbrengt. En wat je daarmee kunt. En wat ons speelveld ongeveer is. Maar je moet je geen rare tegenslagen hebben. Corona, jullie werken ook met modellen. Zeg maar, zoveel mensen komen erop af. Hopen we dat genereert zoveel horeca-omzet. En... Kijk, we doen het nu bijna 20 jaar. Dus je bouwt een stuk historie op. En ook daar kun je wat mee. We krijgen natuurlijk wel wat... financiën vooraf binnen, maar dat zit vooral op sponsoring. Ja. Fondsen krijgen we vrijwel niet meer. Maar ja, het grootste gedeelte wordt toch aan de bar verdiend. Ja, en ja. Als er geen bar is, wordt er niks verdiend. Nee, maar ik denk dat bij Tot de Nek en de Drek ook een behoorlijk percentage omzet door het eten en drinken wordt gegenereerd. Of verpachten jullie dat in zijn geheel? Ja, voor ons is het van de deelnemers, de inschrijfgelden. Daarmee draaien wij break-even. Dan is ons evenement gedekt. En dan hebben wij dus de mogelijkheid om de hele horeca te verpachten. Ja. Daar doen wij zelf eigenlijk helemaal niks mee. Alleen wij krijgen daar wel een klein percentage van terug. Ja. Nou, en daar kunnen wij dan weer de leuke dingen mee doen. Dus dat zijn de verschillen tussen de beide evenementen. Jullie weten normaal gesproken vooraf hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld er in kas is. Ja. En aan de hand daarvan kan je dus een beslissing nemen of nog een extra obstakel te plaatsen of wat pas op de plaats te maken. En dat is bij Rick een beetje natte vingerwerk, maar door de ervaring van 20 jaar toch wel gecalculeerd. Maar coronacrisis was niet in te calculeren. Nee, ik geloof dat alleen iemand bij een tennistoernooi in Engeland dat in de vingers had. En, dat is mij ontgaan. Maar... Ja, nou, de verzekeraar van Wimbledon, die heeft het bij zijn contract laten zetten. Dus ook als er een pandemie is, dan wil ik verzekeren. Maar dat is het enige. Over verzekeringen gesproken, heren. Ja. Dat geldt voor jullie beiden. Er schijnt voor dit soort calamiteiten een verzekering af te sluiten te zijn. Hebben jullie beide daar verzekeringen voor afgesloten? Of ik vraag het even aan Rick. Nee. Ja, wij hebben diverse verzekeringen, waaronder een calamiteitenverzekering. Alleen de calamiteitenverzekering die dekt dit soort dingen dan weer niet. Kijk, als het door het eerste jaar overkwam ons dat we bijna het geheel moesten aflassen door middel van blikseminslag en wat dan ook. Hmm. En dat je hele evenement moet afblazen. En dan is er een calamiteitenverzekering die ergens iets wat voor jou kan betekenen. Ja. Alleen in dit geval, door middel van een virus wat de kop opsteekt of wat dan ook dan. Noemen ze dat overmacht of zo? Ja, ja hun zien het als overmacht. En het staat in de kleine lettertjes. Alleen, wie is er elke dag continu met de kleine lettertjes bezig? Dat, Nee, maar dan, we hebben dus een calamiteitenverzekering, maar die dekt dit dus niet. Had je wel verwacht? Ben je gelijk gaan kijken in de polis? We zijn inderdaad wel gaan kijken. Ja. Maar als je hem hebt en je kan er gebruik van maken... Ja, je betaalt ervoor. En had je verwacht dat je er verzekerd voor zou zijn? Toen dit verhaal de kop opstak... wat hebben we dan allemaal? Aansprakelijkheid, calamiteit, evenementenverzekering, noem alles maar op. Hij zei van ja, misschien zijn we er wel voor verzekerd. Ja. Maar, ja, volgens mij, ik heb even wat rondgebeld, maar bij sommige verzekeringen is een pandemie wel opgenomen in de voorwaarden. Maar dat zal dus wel per maatschappij verschillend zijn. Maar naar aanleiding van de coronacrisis is er nu in geen enkele polis meer te vinden dat er voor een pandemie betaald wordt. Dus dat is in ieder geval over. Ik heb het niet gehoord. Ik hoorde net van Rick dat ze het op Wimbledon waarschijnlijk dan op die manier geregeld hadden. Ja. Maar ik heb nog niemand gesproken die... Er zijn polissen die het wel hebben. Ja, er werd ook gesuggereerd laatst dat te sprake kwam. Dat je ook je evenement voordat het door de overheid werd afgeblazen niet zelf af mocht blazen, omdat je zegt van ja, we krijgen het organisatorisch niet voor elkaar. Op het moment dat je dat deed, dan zou je daar niet voor in aanmerking komen. Maar ik heb er eigenlijk nog niet zoveel over gehoord. Nee. Goed. We gaan eventjes een stapje in de andere richting uit. We hebben een rubriek wat ons deze week weer
opviel. En dan kijk ik de regie even aan of de regie daarvoor klaar is. We gaan er dus even tussenuit wat ons deze week allemaal opviel. Nu winkelen zo anders is, besef je wat winkels voor ons betekenen. Ondernemers en medewerkers staan altijd voor je klaar. Ook in deze bijzondere tijd. We vinden samen oplossingen. Om flexibel te zijn, het anders te doen, elkaar te helpen en in contact te blijven. Veilig, maar nog steeds vertrouwd. Winkels verbinden ons. En deze? Vooral lokaal. We zijn altijd dichtbij. Samen staan we sterk. Hallo kijkers, mijn naam is Stef Landwijk, werkzaam bij Source & 20 als combinatiefunctionaal sport. Vandaag wil ik jullie meenemen in een aantal oefeningen in de racketsport, waarmee je thuis kunt oefenen, eventueel ter uitbreiding buiten of binnen, dat kun je dan zelf bepalen. Mijn doel is eigenlijk niet om op de stoel te gaan zitten van de trainers of docenten in onze gemeenschap hier. Eigenlijk wil ik daar de samenwerking mee opzoeken en vooral ook die mensen vragen van ja, zie je uitbreiding of verbeteringen mogelijk? Laat het ons vooral weten. Ook voor de deelnemers die hier vandaag mee gaan stoeien, laat ons creatieve tips of ideeën voor deze oefeningen gerust weten via aan het einde van het filmpje contactgegevens wat te staan. En dan kun je het ons laten weten. Voedselbank Manna en Boekenhuis De Akker hebben gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking. Vanaf dinsdag 28 april kunnen langer houdbare levensmiddelen weer worden ingeleverd in de bekende blauwe kratten. Nu naast de ingang van De Akker, Westeinde 305. Doet u mee en helpt uw voedselbank Manna de coronacrisis door? Op woensdag 6 mei leer je hoe je een eigen ontwerp kunt maken voor een Art Deco lamp. De basisvorm staat vast en met behulp van het softwarepakket ga je zelf aan de slag met het ontwerpen van je lamp. En vervolgens lever je dit ontwerp digitaal aan en zorgt Tatum ervoor dat het wordt gerealiseerd. Per post wordt de lamp, inclusief de benodigde materialen, bij je thuis bezorgd. Informatie via www.tatum.nl. Evenmens Twenterand, Loes Twenterand, Zorgzaam Twenterand en Avedan hebben ruim 100 meivakantietasjes uitgedeeld aan gezinnen die bij hen bekend zijn. Een beetje extra aandacht in deze bijzondere tijd. De tasjes werden erg gewaardeerd en de organisaties kregen enorm veel leuke reacties binnen. Volgende week delen ze nogmaals ruim 100 tassen uit bij de Stichting Manna. Jolanda Bolks en Lucette Schutte hebben, om de saamhorigheid in hun straat te verhogen, een leuke tuinbingo georganiseerd in de Bremstraat in Westerhaar. Via een speakersysteem werden de bingo-nummers opgeroepen, zodat het voor iedereen goed verstaanbaar was. Vele plaatselijke winkeliers hebben leuke prijzen beschikbaar gesteld. Een mooi initiatief. Met name jongeren vinden het moeilijk zich aan de regels om zoveel mogelijk thuis te blijven te houden. De jongerenwerkers in de gemeente doen er alles aan om digitaal in contact te blijven met deze doelgroep. Elke avond gaat er bijvoorbeeld één jongerenwerker live op Instagram voor Van Jong Twenterand. Dat doet hij of zij van 7:30 tot 8:30. Stichting Manna is een voedselbank, kledingbank en ook verzorgen wij cadeautjes voor kinderen die jarig zijn. Stichting Manna probeert de voedselbank zo lang mogelijk open te houden. Maar daarnaast hebben we ook een website gemaakt die de vrijwilligers die we al hebben koppelt aan mensen die een hulpvraag hebben op allerlei andere gebieden. Wat het dan ook is, dat kan zijn boodschappen doen of medicijnen halen of oppassen. Of dat, je kunt van alles bedenken. Misschien komen er nog wel heel andere hulpvragen bij in de toekomst. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte, in de supermarkt, op straat en onderweg.
Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. In het hele land zien we een nieuwe dynamiek ontstaan. Het is stil op straat, op de schoolpleinen, bij de kinderopvang en in de verzorgingshuizen. Thuis, bij mensen, op het internet en aan de telefoon blijft het druk. Ook de inwoners van Twenterand weten elkaar op nieuwe manieren te vinden. De kernwethouders laten u voorbeelden zien, waarbij het nadeel in dit coronatijdperk wordt omgebogen naar een voordeel. Samen zijn we sterk. Een heel leeg schoolplein. Geen kinderen, geen leerkrachten, maar 11 mei mogen de scholen weer open. En ik weet zeker dat de kinderen hartstikke blij zijn dat ze weer naar school mogen. Dat de leerkrachten heel erg blij zijn dat ze de kinderen weer mogen ontvangen. En ik neem dan ook diep mijn petje af voor al die leerkrachten die straks mogen zien hoe ze die 1,5 meter samenleving op school gaan vormgeven. En ook voor al die ouders die tot nu toe de kinderen thuisonderwijs hebben gegeven. Die dat allemaal tussen het werk door moesten doen. Hartstikke goed. Top gedaan. We leven in een bijzondere en ook moeilijke tijd met elkaar. De coronacrisis. Het virus wat keihard toeslaat in onze samenleving. Er zijn sectoren die hebben het hartstikke zwaar en die kunnen niet open. Bijvoorbeeld de recreatietoerisme, de horeca, contactberoepen zoals kappers. En dat zien we in onze samenleving in Twenterand. Er zijn ook sectoren die weer profiteren van deze tijd. Nederland is massaal aan de klussen gegaan. En dat zien we hier bij boelbouwmaterialen. Maar ook op een bijzondere manier moeten ze daarmee omgaan. Bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, hoe moeilijk dat ook is. Samen staan we sterk, wij als inwoners en ondernemers uit Twenterand. Ik wens de mensen die het zwaar hebben heel veel sterkte. En de ondernemers die toch nog hun bedrijf kunnen door laten lopen op dit moment. Heel veel succes in deze bijzondere en ook moeilijke tijd. We staan hier bij de bezoekersunit van de Friesenhof in Friesenveen. Geplaatst door de firma Bramer. En hierdoor kunnen de bewoners hun dierbaren weer ontmoeten. Weliswaar met glas ertussen, maar ze kunnen elkaar weer zien en ze kunnen elkaar weer horen. Een prachtig gebaar van de firma Bramer uit Friesenveen. Waardoor ouderen deze moeilijke periode door kunnen komen. Samen staan we sterk. Ontzettend veel Twenterandse ondernemers denken in kansen, niet in problemen. Juist in deze tijd. En dit is er zo in. Dennis van DNS Fashion in Vroomshoop. Kleren nodig? Bel Dennis. Hij komt ze zelfs bij je bezorgen. Samen staan we sterk. Medewerkers van Zorgzaam Twenterand besteden zorg aan welzijn. Ze werken deze periode grotendeels vanuit huis, maar gaan hier creatief mee om. Deelnemers, bezoekers en vrijwilligers proberen wij telefonisch of per e-mail te vragen hoe het met hen gaat en of we nog iets voor hen kunnen doen. Ook kunnen inwoners van Twenterand, jong en oud, zelf contact opnemen met ons zorginformatiepunt. Zit u bijvoorbeeld thuis en kunt u geen boodschappen doen? Of kunt u niet zelf koken? Of heeft u moeite om uw dag in te vullen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij weten welke hulp er bij u in de buurt te krijgen is. Ja, kijkers, we zijn weer terug. Er was wel zo nu en dan een beetje reclame doorheen. Maar dat moeten we voor lief nemen. Het is niet anders. En we doen daar zeker goed aan. En u weet het, koop lokaal en doe dat allemaal. André, wat is nu concreet de situatie rond tot de nek in de drek? Gaan jullie de 7000 inschrijvers aan de Mudderen het inschrijvingsgeld terugstorten? Of krijgen ze een voucher voor volgend jaar? Als de mensen hun geld terug willen, is dit geld dan nog wel volledig beschikbaar. Want er zullen voor de organisatie van de run ook wel al in het voorhand kosten gemaakt zijn. Ja, nee, er zijn inderdaad al de nodige kosten gemaakt. Als je alleen al kijkt naar 7000 exclusieve shirts. Maar we hadden een lustrum.
Dus hebben we een heel mooi speciaal loopshirt voor laten ontwikkelen. De medailles, die liggen er al. Ja, dan praat je al snel over 80.000 euro wat bij ons op de plank ligt. En dan komen heel veel andere dingen al bij, hindernissen die we al aan het bouwen waren. En noem alles maar op. Ook hetzelfde wat Rickard met artiesten die je gereserveerd hebt. Moet ik wel eerlijk zeggen dat mensen daar wel heel loyaal mee omgaan. Alleen de trend ook is bij ons in de sportwereld met alle evenementen die je rondom je heen ziet. Dat mensen toch allemaal de kosten maken. En allemaal dat ze bijna zeggen van je krijgt van ons een voucher. Zodat je volgend jaar verzekerd bent van een startnummer. Nou, en we hebben dat naar buiten toe gebracht. En dan is voor ons natuurlijk wel het leuke, omdat het een heel gewild evenement is, dat iedereen al blij is dat ze volgend jaar weer mee mogen doen. Nou, we hebben daar wel gezegd van dat we straks een bepaalde datum in gaan stellen van wil je ook inderdaad volgend jaar dan nog weer meedoen, en dat willen we dan erg graag in februari weten. Stel dat er mensen zijn die zeggen van liever niet, nou, dan krijgen anderen weer een gelegenheid om mee te kunnen doen, en dan hebben ze wel de mogelijkheid om het startnummer over te dragen aan iemand anders wat dat betreft. Dus bij ons deelnemers krijgen niet de gelden terug, maar dat kunnen we ook niet. Dat, plat gezegd trekken we dat niet samen. Dus en er is gewoon ontzettend veel begrip voor de situatie hoe we het dan doen. Je ziet ook organisaties die zeggen van oké, prima, dan betaal je nu wel een deel en dan kun je volgend jaar gereduceerd kun je meedoen aan onze evenementen. Maar dat hebben we heel eerlijk gezegd, hebben we dat niet nodig. Dus, je zit eigenlijk in een luxe positie. Ja, we zijn een stichting en we hebben geen winstgevend oogmerk. Nee. Ondanks dat we wel een buffer hebben en moeten hebben, zitten we eigenlijk gelukkig wel in een luxe positie. Ja. Ook dat we dit jaar ook kunnen zeggen van al onze sponsoren, bedrijven die het best wel moeilijk hebben, daar gaan wij op dit moment geen sponsorgelden aan vragen. Dus goed. Ja, dus het is voor ons wel mooi dat het, in de woorden van Rick, mooi dat het zo kan. Ja, maar dan gaan we nu naar Rick. Ja. En dan Rick, jij hebt waarschijnlijk nog geen kaartje verkocht. Laat staan dat je doosjes terug kan geven. Nee, maar iedereen mag het geld terug hebben, hoor. Dat is geen probleem. Nee, maar ze hebben nog niet zo heel veel geld betaald. Precies. En dat is het probleem, want jij hebt wel kosten gemaakt. Ja, we hebben best kosten gemaakt. En we schrokken in eerste instantie heel erg van dat het niet door kon gaan. Omdat we gewoon die bands hebben vastliggen. En nou bleek gaandeweg dat de meeste, eigenlijk alle bands wel mee willen werken naar een nieuwe datum. En nou hebben we geprobeerd om eigenlijk het hele programma van dit jaar door te gaan schuiven naar volgend jaar. Nou, dat lukt voor een groot deel. We hebben een aantal buitenlandse acts. Ja, dat is nog maar de vraag of ze überhaupt op tour zijn. En of de Amerikanen nog weer naar Europa durven te komen of kunnen komen. Ja, ja. Daar zit het wat op vast. Maar we hebben natuurlijk daaromheen nog heel veel andere kosten gemaakt. Dus van drukwerk. Ga zo met de hele organisatie opslag. En dat loopt allemaal door. Misschien wel vergelijkbaar of redelijk vergelijkbaar met André. De organisatie van André. Alleen één groot verschil is dat hij 7000 inschrijfgelden op de bank heeft staan. En dus kapitaal heeft om die kosten in ieder geval te betalen. En jij niet. Nee. We hadden een klein buffertje staan. Die is glad op. Ja. Het Rabobank heeft een noodfonds opgericht. Daar krijgen we wat uit mee. En daardoor kunnen we het net aan redden. Jij was in de pers, las ik, was jij pessimistisch in eerste instantie. Maar dat was op het moment dat het dat net de persconferentie van Rutte was geweest. En toen hadden wij eigenlijk nog geen contact gehad met de bands. En als de bands ons aan het contract zouden willen houden, en ze zouden dat doorvoeren, dan zouden we domweg failliet gaan. Ja. Zo simpel is het ook. Ja, 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 ja. Gelukkig, kijk, de evenementenindustrie moet volgend jaar ook weer door. Die bands moeten ook weer door. Die willen volgend jaar ook een boterham verdienen. Ja, jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Zitten in hetzelfde schuitje. En het is niet, kijk, je kunt nu wel snel gaan cashen als band, maar dan heb je volgend jaar geen werk. Nee. Ja. Dus we doen het met elkaar en gelukkig komen we er met elkaar aardig goed uit. Okay. En hetzelfde wat André ook zegt. Kijk, wij houden niks over straks aan het eind van jaar, echt nul. Aan de andere kant, wij willen ook nu niet naar de bedrijven toe om ons handje op te gaan. Nee, kijk, iedereen heeft het lastig. Ja, en van de andere kant, we willen ook gewoon vooruit gaan kijken. Ja. Dus laat ons dan nu maar even. Je bent wel een stuk positiever nu dan op dat moment dat je die uitlatingen deed via... Zeker. Ja, zeker. Okay.
Nou ja, dat is goed om te horen. Goed, dat is jullie situatie, de directe situatie bij jullie stichtingen of bedrijven. Maar er zijn ook nog een redelijk aantal bedrijven die mede afhankelijk zijn van jullie evenementen. De horeca bij Rick, de horeca bij André. Die mensen hebben er ook rekening mee gehouden dat dat evenement eraan zat te komen. Die missen dus ook een stukje omzet. Heb je enig idee of die mensen, en ik hoef geen namen te weten, of die mensen nog in de problemen komen of hun kop boven water kunnen houden? Ja, er zijn er zeker een aantal die echt in de problemen zitten. De podiumbouwers, de hekkenleveranciers, de mensen die toiletten leveren. Ga zo maar door. Heel veel ZZP'ers die een overvolle agenda hebben het hele jaar door. Met het bouwen van de podia, de licht- en geluidsmensen. Voor hun valt alles weg. Die hebben helemaal niets meer. En die krijgen natuurlijk wel een kleine uitkering van het Rijk. En daar zijn ze op zich wel heel blij mee. Dat maakt nooit goed wat ze missen. Zij moeten in de hele korte termijn voor het hele jaar verdienen. Ja. Ja, en dat valt weg. Ja. Geldt voor jou ook, André, hè? Ja, klopt. Ja, je spreekt natuurlijk al die mensen. Want ook wat Rick net zegt, van artiesten die je boekt, maar ook organisaties die je boekt met special effects of met dranghekken of met podia of wat dan ook. Die mensen die spreek je dus allemaal. En die hebben ook wel zoiets van, ja, ook weer waar we het net over hadden, in de kleine lettertjes daar staat van, we mogen eigenlijk bij het afgelasten een percentage aan jullie vragen, zeg maar. Maar dan ga je met al die mensen in gesprek en zeggen van ja, we hebben verrekte moeilijk, maar we willen eigenlijk door in de toekomst. Als je ons de belofte kunt doen dat je volgend jaar weer een beroep op ons doet, nou, dan zijn wij bereid om nu die kosten weg te zetten. Maar er zijn er een x-aantal, dat zijn gewoon echt bedrijven die dat dagelijks bestaan hebben. Ja, die het nu al verrekte moeilijk hebben, laat staan hoe lang dit coronavirus nog door woedt. Ik ben er echt van overtuigd dat met name in dit wereldje waar wij ons dan nu begeven, dat er heel veel mensen om gaan vallen. Ja, het is verrekte moeilijk. Hoe kan je die mensen helpen? Ja. Want het mag niet, het kan niet. Ja. Nee. Dus ze staan gewoon letterlijk stil. Ja. En het is een hele grote sector. Ja, zeker. Ja. Dat zou kunnen betekenen, want jullie hebben natuurlijk, doordat er een brok ervaring is, Rick 20 jaar en jullie 4 jaar, en eigenlijk mag je dat 5e jaar er ook wel bij rekenen, want je bent met die organisatie al op gang. Dat is 4 jaar Twenterand erin op zitten. Dus. Ja, oké, de Twenterand, dat mag wel even naar voren gebracht worden. Dat is de business waar jullie mee begonnen zijn. Hè? Ja, dat is allemaal alles begonnen. Uit ontstaan. Ja. Ja, een mooi evenement. Het is alleen zo lang, 10 kilometer. We hebben de Bambino lopen. Ja, voor mij dan, hè? En we hebben ook nog een kilometer lopen voor mensen met een beperking. Oh, oké. Okay. Ja. Moet je even kijken of je, ja, of je gezien je postuur. Nou, ja, nee, dat denk ik. Je zet zelf ik ook in de risicogroep. Ja, kun een uitzondering voor jou maken. Ja. Maar ook dat gaat helaas niet. Ja. Maar als er bedrijven dus om zouden vallen, waar jullie zeg maar al jarenlang zaken mee gedaan hebben, dat is niet te hopen, maar het is niet uit te sluiten. Dan moet je dus je draaiboek weer vervangen. Want normaal gesproken, als het goed bevallen is met een horecabedrijf en heeft de zaken goed voor elkaar en er is ook nog qua percentage redelijk geld binnengekomen, mm-hmm, ja, waarom zou je dan veranderen? Maar soms moet je noodgedwongen dan naar een andere derde partij toe. Rick werkt jullie doen zaken met Randrok. En dat is ook logisch, want die zit op de hoek met het wapen. Ja. De horeca heeft het ook moeilijk. Ja, die hebben het allemaal zeer moeilijk. En die houden het voorlopig allemaal nog vol. Maar het is maar de vraag hoe lang. Ja. En er is nog niet echt licht aan de horizon. Nee, zeker niet wat betreft de horeca. We hadden vorige week had ik hier Pieper Harry aan tafel zitten. Ja, die ziet een 1,5 meter economie in zijn kroeg wel zitten. Maar ja, ik vraag me af hoe hij dat dan wil. Maar het scheelt natuurlijk dat hij een wat andere financiële situatie heeft dan
een horecaondernemer die elke maand de huur over moet maken. Zeker. Dat, daar zit wel, wel verschil in. Maar goed, die branche rekenen ook op jullie om daar een boterhammetje te verdienen. En die krijgen het. Dus het naeileffect van jullie afgelasten is groot. En veel groter dan alleen maar jullie stichting of... Ja, kijk, wij zijn professionele hobbyisten, zou ik daar zeggen. Ja. Maar de hele sector, de evenementensector in Nederland, is groter dan de hele landbouwsector. Daar gaat meer geld in om. Zo groot is die sector. Ja. En ook met al die mensen die daar weer van afhankelijk zijn. Dus je kunt nagaan, het is niet een hobby wat even wegvalt. Nee, er zit een groot economisch drama achter. Ja, ik ben blij dat jullie allebei positief zijn. Dat jullie niet de kop laten hangen. En vol enthousiasme eigenlijk al vooruitkijken richting 2021. En voor de een is dat dan, dat is de situatie nu eenmaal financieel iets makkelijker. Maar ook de vrijwilligers, en die zijn er bij jou natuurlijk heel veel en bij Rick waarschijnlijk ook. Ja, die moet je ook enthousiast houden. Hè? Ja. Ja. En die moet je ook maar, die staan ook wel in het draaiboek allemaal vermeld. Maar die moeten nu ook een jaar wachten. En dat was voor hun ook een uitje of hoe je het maar, een beleving. Ja. En dat valt weg. Dan moet je ook nog maar afwachten of je die weer terug kan krijgen. Ja. Zien jullie daar nog problemen in? Nou ja, het is ontzettend afhankelijk van... kijk, voordat we hier binnenkwamen, had ik dan met Rick ook nog even over... Ja. Er is eigenlijk maar één dingetje en er moet een vaccin komen. Ja. Zodat alles weer verder kan. Kijk, komt dat niet, dan... Wij zijn allemaal met plannen bezig. En dat geldt voor Rick en dat geldt voor ons. Voor 2021 en dan hebben we nog de stille hoop. En wellicht kunnen we met Oktoberfest... kunnen we daar nog feestje vieren, Rick. Zou ontzettend mooi zijn. En we hebben dan nog de Centa-run op 11 december... Maar we zijn eigenlijk allemaal al met 2021 bezig. Maar wie zegt ons dat we dan weer evenementen mogen organiseren? Kijk, als dat inderdaad op een anderhalve meter cultuur moet... waar men naartoe wil dan, zoals de situatie nu is... ja, is dat niet haalbaar? Nee. Kijk maar naar de filmpjes van Randrock en van Tot een Nek in de Trek of wat dan ook. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan je niet voorstellen. Stel dat dat zo blijft en je vroeg ons naar de status van onze vrijwilligers. Ja, dan moet je ook afvragen of al jouw vrijwilligers dan nog wel in zo'n ruimte willen zijn. Ja. Kort bij elkaar. En willen ze dan nog wel dat risico lopen of wat dan ook. Maar voorlopig gaan we daar niet van uit. Dat we met heel veel passie en enthousiasme naar de toekomst kunnen. Ja, en dan, in mijn optiek is het maar één oplossing en dat is een vaccin. Ja. En ik las vandaag toevallig dat ze in Engeland heel enthousiast bezig zijn. Ja, ze zijn overal enthousiast bezig. Nee, maar dat is ook vrij positief blijkt te werken. Ja, ja. Dus ik hoor liever positief berichten. Jawel, nee, het glas is bij mij ook altijd half vol en niet half leeg. Ja. En laten we het hopen, dat is duidelijk. Ja, dus het is uithuilen. En opnieuw beginnen. De knop omdraaien en kijken wat er gebeurt. En als het kan, ga jij met het Oktoberfest verder. Kijk, en jij hebt de Santa Run op 11 december, hè, André? Ja, klopt. Als het door mag gaan naar het Oktoberfest, dan wordt het grootste feest ooit natuurlijk. Maar ik heb er een beetje een hard hoofd in natuurlijk. Ja. Maar als het dan weer mag, als het kan, als iedereen weer dicht bij elkaar mag staan. Ja, grootste feest ooit. En dan heeft iedereen wel zin in een feestje, neem ik aan. Komt dan die Duitse zangeres, hoe heet ze? Wie weet. Helene Fischer? Ja. Dan kom ik ook hoor. Ja. Ja. Ik ben er sowieso wel. Ja, ik denk dat Frans Bauer komt niet meer toch, Rick? Hè? Nee, die laten we lekker in Brabant. Heren, we zijn alweer bijna doorheen. Maar ik heb zo wat vragen opgesteld die ik gesteld heb. Maar nu even naar jullie toe. Zijn er nog zaken die jullie met de kijkers zouden willen delen... naar aanleiding van de moeilijke beslissing, maar de terechte beslissing... om deze beide evenementen af te blazen? Ik begin bij Rick. Nou ja, kijk, wij zijn er in eerste instantie natuurlijk ontzettend van geschrokken dat het niet doorging. Maar uiteindelijk, wij komen er als organisatie gelukkig doorheen. Daar zijn we heel blij mee. We kijken vooruit. We kunnen het programma waarschijnlijk doorzetten naar volgend jaar toe. Daar zijn we ook blij mee. Maar ja, dan heb je nog zo'n dag en dan blijft toch hemelvaartsdag dat er niks gebeurt.
En nou zijn we bezig met elkaar om toch nog iets te doen op Hemelvaartsdag dit jaar. Alleen dat zijn we nog technisch aan het uitzoeken. Maar dat, daar kan je niets over zeggen. Daar ga ik misschien, gaan we denk ik volgende week een persconferentie over houden. Maar als ik nu zeg dat ik het niet naar buiten breng, wil je ons dat mij dan vertellen? Dat wil ik je volgende week rustig vertellen. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Oh, jammer. Ja. Het zou wel mooi zijn als ik nieuws had kunnen brengen. Dat kan volgende week. Maar we moeten het eerst uitzoeken of het kan en mag. Ja, ja. En onder die voorwaarden van wil je er helemaal niks over? Nee. Een tipje van de sluier? Nou, één tipje dan. We gaan, als het kan, heel veel lawaai maken. Net zoals die heavy metal band toen? Nou, misschien nog wel meer. Kijk aan. Dan weet ik al dat je een aantal telefoontjes kan verwachten. maar dat maakt niet uit, hoor. Een bepaalde burgemeester die is hier niet meer. Dus die zal me niet... Nee, doen. Dat klopt. Ja, en onze burgemeester, de huidige waarnemende burgemeester... die is niet altijd in de gemeente. Als ze er moet zijn, maar... dus ja... Dan heeft ze er ook geen last van. Vanuit Harderwijk. Komt goed. Hebben ze er geen last van, toch? Of wel? Nee, oké. Okay. No. Nee, oké, okay, we wachten het af. André, heb jij nog iets wat je de kijkers of de inschrijvers of de mensen die je teleur hebt moeten stellen, hoewel de mensen dat wel begrijpen natuurlijk. En nou, dat juist, ik ook, ja. Hè? Nou ja, dat is wel een dingetje wat ons als bestuur en de commissie die onderhangt heel goed heeft gedaan. Nadat je die moeilijke beslissingen hebt moeten nemen. En nou ja, dat is... Voor ons was dat wel overwogen. We hebben beide evenementen tot nu toe voordat het ons werd opgelegd, hebben ze afgelast omdat we vonden dat we de veiligheid niet konden waarborgen. Maar we hebben eigenlijk louter alleen positieve reacties gehad. En of dat nou sponsoren of ondernemers of deelnemers of het grote publiek was. Dat sterk je wel. Dat je hoort van, nou ja, oké, prima, ze doen allemaal hun stinkende best. Alleen nu wil het even niet. Nou, je hebt ook gezegd, mensen heel erg teleurgesteld zijn. Wat jij net zegt van, ja, maar jonge mensen gaan nou niet naar buiten. Ja, ik ga toch massaal naar het Hulsbeek of naar het Lage Veld toe. Van, ja, en dat de reacties die wij tot nu toe van iedereen hebben gekregen. En ik zie dat natuurlijk ook wel bij het afgelaste van Randrock. Dat de gemeenschap volledig begrip voor de situatie heeft. En dat sterk je wel om door te gaan met de dingen waar je met elkaar zo enthousiast mee bezig bent. Wat dat betreft. Dat, ja. Ja, het kost allemaal extra tijd en energie. Ja. Alleen we zitten allemaal in hetzelfde scheutje. Dus, een draaiboek maken. Daar zijn we wel heel blij mee. Een draaiboek maken voor de gemeente. Want daar komt wat bij kijken, dat weet ik. Ja. Om een evenement te organiseren. Die draaiboeken die kunnen met een paar aanpassingen qua data natuurlijk gewoon volgend jaar weer ingeleverd worden. Of is dat te simpel gezegd? Ja. Ja, bij ons is dat onze bestuurslid John Werming, die rolde destijds bijna van de stoel af. Hij zegt van ja, dan zou ik toch alles weer opnieuw moeten gaan herschrijven. Ja, je kan wel dingen kopiëren. Ja, ja, ja. Maar ja, voor hem komt er wel weer heel veel extra werk op ons af. Ja. Kijk, we zijn nu dus inmiddels ook een C-evenement waar de regio met ons meekijkt wat dat betreft. En daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ja. Maar die zet echt de puntjes op de i. Die zorgen er ook voor dat al jouw struikelblokken eigenlijk bijna worden weggehaald. Struikelblokken, maar, hindernissen. Ja, letterlijk de dingen die je tegenkomt, waar je als stel enthousiastelingen niet altijd goed genoeg over nadenkt. En als je dan samen met zo'n regio optrekt, ja, die attendeer je al op heel veel dingen. Dus ja, daar zijn we wel blij mee. Waren het niet dat je wel alles straks opnieuw moet gaan herschrijven. Ja, het is niet even een datum veranderen. Het is niet zo dat je pakt het uit de kast. Nee. Je levert het in bij dezelfde ambtenaar die het al jaren doet. Er was wel een moment dat ik dat ook dacht. Alleen toen kreeg ik wel een verwijzende blik van John. En zei van, zo simpel werkt het niet. Maar, voor jou hetzelfde, Rick? Ja, kijk, we kunnen heel veel kopiëren. Van de andere kant, we hebben nu ook tijd voor een stukje bezinning. Dus wij gaan er ook opnieuw over nadenken. Daar wil ik mee afsluiten. Het programma hiervoor zat ik met twee wethouders aan tafel. En die zeiden ook, waren ook wel positief, keken positief. Natuurlijk is het een moeilijk verhaal, de coronacrisis. Maar zij hopen ook, en dat onderschrijf ik, en ik proef aan jullie woorden dat ook een beetje, dat we er met z'n allen ook sterker uit kunnen komen.
Want ja, we kunnen ervan leren. Ja. Ja, nou, daar hopen we wel. Ja. Kijk, alleen we moeten natuurlijk wel realistisch zijn. We weten niet wat er overblijft. Ik ben zelf ondernemer. En, ondernemer. Nee, maar in die economie, daar gaan keiharde klappen vallen. Ja. En mag je dan straks nog wel een dusdanig beroep doen op de ondernemerswereld als sponsoren? Ja. Of moet je daar ook op een bepaalde manier rekening mee gaan houden? Ja. Kijk, en ik las ook al een heel stuk in de krant van echte grote evenementen zoals Pinkpop en de Zwarte Cross. Die dan structureel eigenlijk overheidssteun willen hebben daarin. Om een stukje risicospreiding te krijgen. En nou ja. Kijk, wij zijn samen al een paar jaar aan het lobbyen over een heel mooi evenementenbeleid in de gemeente Twente Rand. Maar ik denk wel dat als alles straks weer op gang komt, dat we daar met elkaar toch heel serieus en strak op moeten gaan zitten dat dat ook komt. Ja, zodat al die evenementenorganisaties wel dus hun dingetje wel kunnen doen. Richting de gemeente. Wensen zijn er altijd. Ja. Maar we zijn ook wel in gesprek samen. Okay. Hoor. Alleen, ik denk wel dat dat in versneld tempo moet gaan gebeuren. We sluiten positief af. Laten we hopen dat dat ook gaat gebeuren. De gesprekken met de gemeente. Jullie houden je bezig met zodra het weer kan om toch wat te gaan doen. Rick komt binnen een week met een nieuw voorstel. En daar worden de oordopjes dan uitgedeeld, want dat moet bijna wel. Kan ik niks over zeggen, helaas. Ja, oké, goed. Laat maar zitten. Heren, dank dat jullie aanwezig waren. We hebben elke week hebben we een aantal mensen aan tafel die betrokken zijn bij het coronavirus. En dat kunnen organisaties zijn. Maar jullie passen ook naadloos in de opzet van dit programma. Jullie zijn er daadwerkelijk bij betrokken. En niet op de meest mooie manier. Maar dat is nu eenmaal de situatie. Dank dat jullie daar iets van hebben willen vertellen. Hoe dat erin gehakt heeft. Want dat is het natuurlijk wel. Mooi te zien dat jullie positief zijn. Houd dat er vooral in. En laten we ons vooral aan de regels houden. Zodat zo snel mogelijk het nieuwe normaal weer kan plaatsvinden. En daar horen in mijn beleving en jullie beleving ook wel dit soort evenementen bij. Een bijdrage aan onze maatschappij. Denk ik. Maar, jazeker. Ja. Ik dank ook weer de heren van de techniek, Pascal Hendry en Marvin, want er komt echt wat bij kijkers. Bij het instarten van foto's en video's. We hebben vanavond een groot aantal video's laten zien. En dat moet toch allemaal op het juiste moment ingestart worden. Ik bedank ook de kijkers en de mensen die rechtstreeks gekeken hebben. En de mensen die dit programma nog terug gaan kijken. En ja, we zijn er volgende week weer. Blijf gezond. Dag.